In 1908 wordt het concept bedacht van beeld middels een beeldbuis. Het duurt echter tot 1927 voor de eerste televisie een feit is. Omdat radio via de lucht uitgezonden werd, begon Philips direct met experimenteren om het signaal voor de televisie ook via de ether uit te zenden. In 1930 lukt het om de eerste beelden te verzenden en te ontvangen via een antenne. In 1951 gaat het eerste Nederlandse televisiestation van start. Nederland 1. En ze zenden 1 uur per week uit. Op 25 juni 1967 wordt het optreden van de Beatles in het programma Our World het eerste programma dat live via satelliet wereldwijd wordt uitgezonden. Ze zingen Love is All You Need voor 400 miljoen mensen in 26 verschillende landen. In datzelfde jaar beginnen de Nederlandse omroepen met de voorbereidingen voor het uitzenden in kleur. Het duurt nog een jaar voordat deze techniek volledig is ingevoerd. Kleurentelevisies waren in het begin erg duur. Pas in 1985 hadden de meeste huishoudens een kleurentv in de kamer. De tv werd een grote concurrent voor de bioscoop. Daarom werden bioscoopfilms vanaf toen in breedbeeld opgenomen. Voorheen was een bioscoopfilm namelijk ook bijna vierkant. En nieuwe formaten als Super 35 en 70 mm trokken vervolgens het publiek weer naar de bioscoop. In 1988 had Nederland 3 publieke zenders. En een jaar later startte RTL Veronique de eerste commerciële zender, met programma's die gericht waren op Nederland. Vanaf 2007 gingen alle Nederlandse omroepen uitzenden in breedbeeldformaat. Met als reden dat het beter zou passen bij de natuurlijke manier van kijken. Het menselijk oog kijkt namelijk breed en niet vierkant. Nog even terug in de tijd. In 1996 toonde Philips de eerste platte televisie ter wereld. In plaats van de grote beeldbuis was deze flat TV slechts 10 centimeter dik. Vanaf 1997 zijn de eerste flatscreen tv's in de winkel te koop. Waar de volledige overgang van zwart-wit naar kleur nog 17 jaar duurde, zijn we in minder dan 5 jaar overgestapt naar full HD breedbeeld tv's. En de volgende techniek staat alweer voor de deur. De 3D tv's zijn inmiddels te koop. De markt groeit nog steeds, want naar verwachting worden er dit jaar 1,9 miljoen tv's verkocht in Nederland. Het analoge tv-signaal wordt al enkele jaren niet meer uitgezonden. Dat betekent dat je met een losse antenne geen Nederlandse kanalen meer kunt ontvangen. Daarvoor in de plaats zijn de digitale signalen gekomen. Zo kun je met Digitenne van KPN overal, thuis, in de boot of in de camping, glashelder beeld ontvangen. En thuis wordt door bekende maatschappijen als Ziggo en UPC digitale tv aangeboden. Bij de digitale pakketten kun je ook kiezen voor tientallen extra zenders, kun je uitgesteld kijken en honderden films on demand bekijken. Want er worden steeds meer programma's in full HD uitgezonden.